Hallo allemaal. En fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe vlog. En ik probeer zo min mogelijk te trillen. En ik kan je laten. Ik had jullie beloofd om te laten zien hoe feestelijk het eruit ziet. Van waar ik woon. En dan kan ik jullie laten zien. Ik ga dat even anders doen. En dit is onze boom. En heel grappig, ik zie mij hier ook nu ook in de spiegel. Hele bijzondere verlichting. Want deze is zowel rood als groen. Ik neem jullie ook heel even mee naar buiten, naar de tuin. Dat is boom nummer 2. En dat is de boom nummer 3. Een hele bijzondere piek. Een vorm van ze hebben een kerstbal in plaats van een piek in de boom gedaan. Maar het staat hartstikke leuk. Ook verlichting. Nu is het niet te zien, maar als het donker is, wel. Oh, te ver ingezoomd. Vanmiddag geef ik een korte rondleiding in de buurt van waar ik woon. Ik zal zeggen, volg ons maar. Rikken vasthouden. Zoals jullie het merken, bevinden we ons buiten. Althans, ik bevind ik buiten. En ja, we laten de omgeving zien. En ik vind het zelf heel erg spannend, want we gaan. Ik draai de camera naar de andere kant toe, zodat je de omgeving zelf kan zien. We gaan zo het bruggetje over. Dat korte route aangeeft om naar een winkelcentrum te gaan. En het gaat voor mij de volgende week deze week de laatste pakje check gaat gehaald worden. En dan is het met 1 januari om 9 uur is het voorbij.
En daar heb je achter het hek staat een schoolgebouw. Ik weet niet wat voor school, maar ik vind het heel bijzonder dat het achter het hek is. Straks ben ik bij jullie terug en dan maak ik nog meer beelden voor jullie. We zijn nu in het hartje van het winkelcentrum. Ik had gedacht van binnen is het te druk om te filmen. En ik ga het zoals je ziet. Heb ik hulp gekregen om mij te filmen. En ik vind het super spannend om door de buurt heen te lopen. En we gaan zo de hoek om. En zodra we de hoek om zijn, ben ik weer bij jullie. Ik ben straks de Bart Smit binnen geweest, dat een stukje terug bevestigd is. En het software waar ik naar zocht is daar niet te verkrijgen. Omdat het een kleine filiaal is. Maar het gaat desnoods vanavond op de internetsite kijken van Bart Smit. En ik hoop dat hij erbij staat. En ik ga even opzij voor de fietsers. Achter mij. Daar is het spoor van de RET. En ik moet zeggen dat heel deze vlog allemaal is bevestigd in de regio van Spijkenisse. We gaan langzamerhand richting huiswaarts, want het ziet er naar uit dat we zo een flinke bui over ons heen gaan krijgen. En daar is deze camera niet voor bestendigd. Dus tot straks op de basis waar het allemaal begonnen is. En mocht je naar deze filmpje kijken, een vlogfilmpje kijken, ik zou willen zeggen, doet de blauwe duim. Want hoe meer vlog, hoe meer dat er volgen, hoe meer vlogs ik online zet.